ik vind dat je daar niet zomaar weg kan gaan. Je bent daar al, wat ik net zeg, 4 jaar al intensief bezig. Heel veel projecten opgestart. En die mensen zijn toch best wel afhankelijk van ons. En kijk, als je weggaat, dat is één ding. Maar dan moet je wel zorgen dat die mensen goed in goede handen achterblijven. De militaire vakbonden reageerden vandaag teleurgesteld en boos op de val van het kabinet over het dossier Oeruzgan. Nee, dat begrijp ik. Ze zijn daar goed werk aan het leveren. En daar komt eigenlijk abrupt een einde aan. En de vraag is van wat gaan we verder doen? Hè? En hoe gaan we die mensen nog verder helpen? Bas is 2 keer uitgezonden naar Oeruzgan en had het niet erg gevonden om nog een keer te gaan. De eerste keer dat ik ging was eind 2006, 2007 en de tweede keer was vorig jaar. En wat ik toen al zag, wat er al verbeterd was en veranderd was, had ik best bijvoorbeeld volgend jaar of het jaar erop weer eens een keer daarheen willen gaan om te kijken van hoe staat het er nu voor. Maar die kans komt er dus waarschijnlijk niet. Volgens veel partijen is dat de schuld van de Partij van de Arbeid. Kijk, de manier waarop de PvdA hiermee omgegaan is, ik vind het niet de meest charmante manier. Ik bedoel, je kan zeggen van ze houden vast aan hun besluit. Hè. We hebben een afspraak gemaakt, we gingen weg en klaar. Maar ik denk ook dat ze open hadden moeten staan voor eventuele andere ideeën. Van wat hadden we anders kunnen doen?